Goedenavond dames en heren, hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Arnhem. Dames en heren, hartelijk welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Arnhem. De lijst van aanwezigen is vandaag eigenlijk nog completer dan wij in jaren gewend zijn. En dat is ook meteen mijn goede nieuws van vandaag. Of beter gezegd, het goede nieuws voor heel Gelderland-Midden. Vanmorgen om 10:30 is de nieuwe korpschef geïnstalleerd. Dat werd dus tijd, zullen sommige ingewijden denken. Anderen, misschien nog beter ingewijden, weten dat Gelderland-Midden al die tijd een uitstekende waarnemend korpschef had. Dames en heren, de komende 3 maanden zal het bestuurlijke nieuws over de gemeente Arnhem worden getekend door berichten van het politieke front. En als er bestuurlijk nieuws is, zal dat nog intensiever dan de afgelopen 4 jaar... politiek worden geduid. Dat wil niet zeggen dat het college van BMW zich angstvallig gaat verstoppen achter de dualiteit. Politiek handwerk van de eerste orde. En hoeveel daarvan zich zal afspelen in alle openheid hangt geheel af van de betrokken politici. Die bepalen met elkaar hoe ze dat zullen doen. Maar conform de gemeentewet zal ik mij elke dag laten informeren over het verloop ervan. Een aantal cijfers over de afgelopen 2 jaar wil ik u echter niet onthouden. Ook omdat de tweejaarlijkse rapportage van Elsevier op 5 december jongstleden hier geheel spoort met de leefbarometer van Vrom. 5000 meer arbeidsplaatsen, afname van het aantal werkelozen, ook langdurige en bijstandsontvangers, sociaal-economisch 10 plaatsen gestegen naar de 26e plek op de lijst van de 50 grootste steden. Woon- en leefklimaat, eveneens 10 plaatsen op dezelfde lijst gestegen naar de 16e plaats. Ik heb mij bijna geheel beperkt tot positieve trends. Zelfs het C-woord heb ik niet in de mond genomen. Geheel terzijde zal ik daar toch even aan refereren. De dienstverlening van elke stad, ook die van Arnhem, zal onder druk komen te staan door de aangekondigde bezuinigingen vanuit Den Haag. Dat is onvermijdelijk. Maar toch sluit ik af met een positief bericht uit datzelfde Den Haag. Van staatssecretaris Heemskerk ontvingen wij het compliment dat wij onze dienstverlening nu onmiddellijk laten doorlichten, opdat wij als gemeentebestuur dat kunnen blijven doen waarvoor wij ingehuurd of gekozen zijn. Dienstbaarheid aan de burger. Ik wens u allen in 2009 de verwerkelijking toe van alles wat wij onszelf en elkaar toewensen. Dank u wel.